Dat is een goede vraag. Wat maakt een munt bijzonder? Breda Nu. Je weet het meteen. Zo nu en dan worden er munttaxaties gehouden in Breda. Hier kan iedereen zijn of haar oude munten, penningen of bankbiljetten kosteloos laten taxeren. Woensdagmiddag 27 februari was het weer zover. En wij namen een kijkje om meer te weten te komen. Wat is hier vanmiddag te doen? Nou, wat wij hier vanmiddag doen samen met mijn collega's, we hebben een taxatiemiddag op het gebied van munten, penningen en bankbiljetten. Komen er nou veel mensen op af? Nou ja, dat is wisselend. Het mooie weer wat we vandaag hebben, dat zou ertoe kunnen bijdragen dat het niet echt storm loopt. Maar als ik in aanmerking neem dat het nu 10:50 is en we om 1:00 beginnen en dat er al mensen zitten te wachten, dat geeft hoop. Hoe vaak worden dit soort middagen gehouden? Nou, wij doen dit naast ons gebruikelijke werk. Wij zijn dus eigenlijk veilinghouders in oude munten. Wij maken een aantal keren per jaar een mooie veilingcatalogus. Maar om een veilingcatalogus te kunnen vullen heb je natuurlijk munten nodig. En om die reden organiseren we dit soort middagen. En om uw vraag te beantwoorden, dat doen we zo'n 20, 25 keer per jaar door het hele land. Wat maakt een munt bijzonder? Dat is een goede vraag. Wat maakt een munt bijzonder? Met name de kwaliteit waarin de munt zich bevindt. Hoe mooier, hoe beter. Maar nog belangrijker is de schaarsheid van een bepaalde munt. Als er weinig van gemaakt zijn, dan heeft zo'n munt best wel veel waarde. Met munten is het niet anders dan met bijvoorbeeld dure schilderijen. Als iedereen een Rembrandt aan de muur had hangen, dan was die Rembrandt niet zo duur. En dat is met munten eigenlijk ook zo. En wat is nou de meest bijzondere munt die je ooit bent tegengekomen? Dat is nog niet zo lang geleden. We hebben, zoals ik al juist zei, in onze aankomende voorjaarsveiling een buitengewoon zeldzame munt van koning Willem III. En dat is een gulden uit 1850. Nou is op zich dat nog niet de bijzonderheid, maar het exemplaar wat wij in april in de veiling hebben, die is voorzien van een kartelrand. En daar zijn er maar twee van gemaakt in der tijd. Dus dat wordt een spektakelstuk, denken we. Ik mag van mezelf zeggen, maar dat geldt ook voor mijn beide collega's. We hebben samen meer dan 100 jaar ervaring. En ja, dan moet je toch wel iets heel, heel bijzonders bij je hebben. Wil je ons verrassen en dat wij het niet weten? Het wordt eigenlijk pas interessant als we het niet weten en we moeten de boeken erbij pakken. Dat gebeurt een enkele keer. Breda Nu. Je weet het meteen.